In de stad Groningen is rond half één vannacht een aardbeving gevoeld. Via Twitter kwamen veel reacties binnen van stadjes die een schok voelden. Waarschijnlijk is die beving een naschok van een aardbeving die gisteravond rond half twaalf de provincie liet beven. Die beving had een kracht van 2,7 op de schaal van Richter. De tweede beving had een kracht van 3,2. Het epicentrum van beide schokken ligt in de buurt van Zandeweer. Voor zover bekend heeft de beving die in de stad gevoeld werd niet tot schade geleid. Raadslid Annie Posma van GroenLinks voelde de schok. Ik dacht dat het iets van 20 over 12 was, begonnen bij ons de boel ook te schudden. Tenminste, ik zat op de bank en ik voelde duidelijk de bank heen en weer ja, bewegen. En ja dan weet je natuurlijk meteen wat er aan de hand is. Want ja, ik zag al die berichten langskomen. Dus ik dacht van ja, dat is een soort naschok of zo. Ook GroenLinks wil dat de gevolgen van Bevingen voor de stad worden onderzocht. Je merkt nu ook al wel uh, dat uh, het onderhand ook de stad gaat bereiken. Dat is niet de eerste keer. Maar uh, ja, de verwachting is ook dat de bevingen heviger worden. Dus ik denk dat het goed is om ook uh, in de stad eens te kijken. Van, ja, wat betekent dat uh, voor ons? Maar ja, goed, uh, het is natuurlijk uh, niks vergeleken bij uh, ja, wat uh, de mensen in het noorden van de provincie uh, voelen. De commissaris van de Koningin, Max van der Berg, wil een schadefonds van 1 miljard. Burgemeester Peter Reewinkel verwijt de commissaris in het NRC Handelsblad van gisteren Calimero gedrag. Nou, ik denk dat het niet goed is dat we uh, ja, weer uh, tegenover elkaar uh, staan uh, als provincie en stad. En dat er uh, ja, op zo'n manier gehakketakt wordt over een bedrag wat volgens mij niemand kent. Want ik denk dat het helemaal niet zo duidelijk is uh, hoeveel geld er nou precies moet komen. Het belangrijkste is dat de schade gecompenseerd wordt en dat, dat daar uh, ruimhartig mee omgegaan wordt. In het nieuws overheerst nu toch weer de tegenstelling tussen stad en provincie. En gehakketak over en weer. Nou, dat, dat is niet de bedoeling. En dat moet ook wat dit onderwerp betreft uh, moet dat afgelopen zijn, denk ik. GroenLinks wil met andere partijen een debat in de raad over de beving van gisteravond.